bij Philippe Vinch. Acevedo. Anis. Strakke bal, bijzonder goed door tot bij Remakle. En dan Anis, Diandi met de tik. Afleggen van Chuka. Goeie opening van Anis. En dan Anis. Maar kunnen ze die bal wat in de ploeg houden bij Oagel? Dat is de vraag. Chuka. Dat is goed gevoetbald. Eerst op de korte ruimte. En dan naar de andere. Maar zeg maar de laatste 10 minuten het evenwicht echt wel hersteld door Oagel. En ook al enkele keren gevaarlijk te leggen. Dat was de boodschap van deze Maxim Anis. Maar het was uiteindelijk McDonald die kon scoren. Niemand is. Bal naar Remakle. Dan is het toch altijd op. Jakovenko. Dan is het een goeie. Toch bij Remakle. Dan is het een goeie. Remakle. Dan is. Zit er tussen. Chuka. Was het mannetje te veel. Anis. Dat is prima. Goeie voorzet van Anis. Net te hard voor. Even. Die had ertussen. Anis. Of Anis liever. Anis. Ah, geen slechte trap. Chuka. Maar zo doen ze het rustig. Anis verandert van kant. Vermeulen. Nadat hij die tik had gekregen, Anis. Niet slecht ingespeeld op Geraas. Ze kunnen het niet meer echt belopen, dus wordt het moeilijk. En daar gaat Chuka, die is niet buitenspel. Chuka alleen op Bertelij af. Chuka moet scoren. Met 10 man bijna. Ruitings als diepste man. Een meter of 20 voor de middenlijn. En nu de counter met Remakle. Geen buitenspel, nu kan hij gaan. Moet uitwijken. Remakle in de box. Remakle en hij zit. Boy die klaar staat om in te vallen bij de bezoekers